Nou, mijn drive die ligt niet zozeer in de boeken, als wel gewoon in wat die boeken, wat die wetten doen met mensen en in het dagelijks leven. Hoe kijken mensen aan tegen het recht? Wat doet een idee om de wereld te veranderen, om iets te sturen in de maatschappij met het recht? In hoeverre komt daar iets van terecht op een bepaalde manier? En zeker als mensen dan nog anders over dat recht denken. Kijk, je hebt natuurlijk altijd rechtspluralisme gehad. Je hebt het kerkelijk recht gehad. Je hebt verschillende vormen van stammenrecht gehad. Montesquieu die beschrijft in De Geest der Wetten, beschrijft hij heel mooi alle gebruiken en de rechten van allerlei verschillende groeperingen. In Nederland was het natuurlijk ook in de 16e, 17e eeuw lang daarvoor één juridische lappendeken, maar na een periode van steeds sterkere uniformisering van het recht, waarbij de staat eigenlijk steeds meer het monopolie van geweld ook kreeg, zie je nu dat met de komst van de Europese Unie, met de globalisering van het recht, met het uitbouwen van het internationaal strafrecht, dat opeens je een steeds grotere meerlagigheid hebt in het recht. Je hebt internationalisering van het recht. En wat ik dan zo fascinerend vind, is dat die globalisering eigenlijk een soort van tegenreactie teweeg brengt. En die tegenreactie is dan steeds meer nadruk op authenticiteit, op het eigene, op rechten van inheemse volkeren, op eigen constitutionele identiteit. Dus die globalisering en die nadruk op culturele rechten, die dus samen leiden tot rechtspluralisme, die zijn inherent met elkaar verweven. In Oost-Timor, na de oorlog, heb je aan de ene kant het internationaal strafrecht, een tribunaal, internationaal tribunaal, maar daarmee verbonden ook een grote nadruk op traditionele vormen van rechtspleging. Nahebiti, het uitrollen van de mat en samen praten over wat er gebeurd is, als onderdeel eigenlijk van de werkzaamheden, de juridische werkzaamheden van de internationale gemeenschap daar. En je zag hetzelfde bijvoorbeeld in Rwanda, verschrikkelijke genocide, 94, 800.000 doden, ook 800.000 moordenaars op een bevolking van 8 miljoen. En daar moest iets mee natuurlijk. Zo'n internationaal tribunaal in Arusha, nou, die hebben 2 dozijn mensen berecht. En wat moest er met die 800.000 mensen? En daar zag je ook weer de nadruk op traditionele rechtspleging. Dus in al die dorpen op die 1000 heuvels, allemaal de dorpelingen elkaar eigenlijk laten berechten. Met ook allerlei haken en ogen aan, maar ook weer die combinatie van internationalisering van het recht, uitbouw van internationaal strafrecht en nadruk op lokale rechtspleging. Je ziet eigenlijk ook hetzelfde in Nederland. Wat we op het moment in Nederland hebben, ik zit in de Staatscommissie Grondwet, moeten we nadenken over de versterking van de Nederlandse grondwet. Nou ja, waarom gaan wij in Nederland nu nadenken over de versterking van de grondwet? Die grondwet die we al, hoe oud is, daar kun je al van mening verschillen, maar in elk geval 160 jaar hebben. En waarom moeten we nu opeens nadenken over onze constitutionele identiteit? Dat heeft toch ook alles te maken met Europa, de uitbouw van de internationale rechtsorde, waardoor er kennelijke behoefte ontstaat en ook juridisch nodig is om te zeggen van nou kijk, de kernwaarden hier in Nederland, dat zijn deze en die leggen we ook eens vast in de grondwet, hoewel we dat nog nooit eerder hebben gedaan. Ja, en waarom? Waarom is dat dan? Waarom zie je die nadruk op dat authentieke? Nou ja, ten eerste is het natuurlijk iets wat jij als land, als gemeenschap alleen hebt, wat jou onderscheidt. Vaak is er ook een pragmatisch element bij. In Rwanda, die nadruk op de gachacha, dat was omdat er eigenlijk het traditionele of het gewone rechtsstelsel, de gewone rechtbanken, die konden die 800.000 daders helemaal niet berechten. Dus dat zie je ook over de hele wereld. Ook die nadruk op dat inheemse, omdat zeg maar de klassieke statelijke structuren falen. Dus dat zit er ook vaak bij. Ook een nadruk op traditionele grondrechten bijvoorbeeld, omdat het westers eigendomsbegrip niet
goed werkt in Mali of Tanzania of waar je ook kijkt. Wat zit er in Nederland bij? Als je nou zegt van ook in Nederland valt het zo op dat nu opeens het Fries, het opnemen van het Fries in de grondwet, het kunnen spreken van het Fries of onze Nederlandse identiteit, dat dat opeens items zijn geworden terwijl het daar 10, 20 jaar geleden helemaal niet over ging. Dan is het denk ik toch de behoefte aan herdefinitie. In het licht van die uniformisering en nadruk leggen op het eigene, juridisch, maar ook meer maatschappelijk. Klassiek ging dat altijd over de verhouding tussen traditioneel recht en statelijk recht. Weet je wel, een staat zegt van wij vinden vrouwen gelijk. In een dorp wordt daar heel anders over gedacht. Nou, hoe beïnvloeden die twee elkaar? Daar heb ik bijvoorbeeld in Zuid-Afrika naar gekeken. Maar wat je nu ook ziet, is dat bijvoorbeeld mensenrechten, juist die internationale mensenrechten, ook heel sterk doorwerken op lokaal niveau en daar discussies beïnvloeden. Dus bijvoorbeeld als je kijkt, ik heb onderzoek gedaan onder streng gereformeerden in Nederland, in de SGP-kringen. En daar zie je dat Nederland is partij bij het Vrouwenverdrag. Mensenrechten, internationale rechten. Daar hebben we in New York hebben we beloofd dat wij in Nederland ook de politieke positie van vrouwen zullen bevorderen. Hebben we een probleem met het feit dat er een partij hier is die vrouwen niet op de kieslijst plaatst uit Bijbelse overwegingen. Daar komt dan een rechtszaak uit voort, of meerdere rechtszaken zelfs. En dan ben ik geïnteresseerd in wat doet zo'n rechtszaak nu met de discussie binnen de gereformeerde gemeenschap. Want dat is natuurlijk een enorme discussie al vanaf 1918, een enorme worsteling ook. Er zijn mannen en vrouwen die daar heel anders over denken. En het feit dat dan een groep maatschappelijke organisaties zo'n rechtszaak aanspant, helpt dat nou de discussie, meer normatief bezien vanuit de vrouwenemancipatie of juist niet? En daar zie je, en dat vond ik opvallend, daar zie je dat bijvoorbeeld die rechtszaken, dat die echt een negatief effect, weer normatief bezien, dus een meer conservatief effect hebben gehad over de discussie over vrouwenemancipatie onder SGP'ers. Dus dan sprak je met mensen die zeiden van ja, vroeger was ik niet zo van de SGP en stemde ChristenUnie. Maar nou, die vrouwen namens ons naar de rechtbank zijn gegaan om zogenaamd voor ons emancipatie te eisen, denk ik van ja, dan stem ik gewoon SGP. Dus dat, en dat zag je ook kwantitatief heel sterk terug, dan denk ik van ja, dat is toch een interessante onverwacht effect van die nadruk op mensenrechten.